Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 3 januari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar de nieuwe weekvlog. Ik heb het wederom koud, maar het is bijna geen nieuws meer. Ik zal sowieso even dikke sokken pakken. Dat was een tip van mijn moeder. Ik heb een wasje klaar. Ik heb dus de handdoeken gewassen. Die doe ik altijd instellen voor 's nachts. Want mijn handdoekenwas die duurt echt onwijs lang. En daarna wil je hem in de droger doen, dat duurt dan ook lang. Dus dan, ja, het duurt gewoon allemaal gewoon onwijs lang. Maar ik ging dus gisteren die handdoeken verzamelen. En toen zat dus in heel veel van die handdoeken zat een beetje het weer. Toen zag ik ook dat die bak, zeg maar, die wasmand een beetje vies was. Dus die wil ik zo eventjes helemaal schoonmaken. Ja, het is toch een nadeel als je het in de douche neerzet. Maar ja, ik kan niet heel veel anders, want ik heb gewoon geen andere plek voor mijn handdoekenwasmand. Maar het is gewoon niet heel fijn zo. Maar ja, dat komt. Mijn douche is vrij klein. Als je mij vanochtend langer volgt, heb je mijn douche wel eens kunnen zien. Die is gewoon vrij klein en ik heb geen raampje, dus ik kan ook niet echt luchten. Ik heb alleen zo'n afzuigsysteem, maar dat vind ik ook gewoon niet alles. Maar ja, goed, het is wat het is. Dus die ga ik zo meteen eventjes helemaal schoonmaken. Dan kunnen de handdoeken ook weer in de droger. Dan ga ik hier even alles weer schoonmaken. Dus alles weer een beetje lekker schoon. Dat vind ik zelf wel prettig. Gisteravond heb ik gewoon Goede Tijden gekeken en daarna weer Wintervol Liefde. Nu kwam het gewoon weer op de eigen tijdstip. Toen heb ik nog eventjes gekeken. Toen ben ik nog even een spelletje gaan doen. Toen heb ik de vlog in elkaar gezet, maar die wilde weer niet opslaan. Dus daar moet ik eventjes naar kijken. En toen ben ik mijn foto's bewerkt. Daar moet ik nog eventjes 2 nieuwe voor maken. Die waren niet goed gelukt. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Daar heb ik vanavond ook de laatste aflevering van. En gelukkig kon ik gisteravond wel CSI kijken. Dus daar was ik zelf wel blij mee. Toen ben ik naar bed gegaan en mijn boek uitgelezen. Dus het eerste boek van januari is alweer uit. Dus ik kan het vanavond weer een nieuw starten. Ook wel leuk. Verder eigenlijk niet heel veel nieuws te melden. Dus ik ga gewoon maar eens eventjes aan de gang. En ik zal jullie dus eventjes meenemen. Zo, het huis is weer lekker schoon, want anders de woonkamer. Ik had het weer zo benauwd straks met hoesten en ik dacht eventjes dat ik over ging geven. Want het ging zo, ja, zo niet goed ging dat. Maar uiteindelijk heb ik het uiteindelijk toch wel weer gered en ging het later wel weer. Katjes hebben net lekker gegeten. Het is ook wel een heel gek gezicht. Als je nu een beetje om je heen kijkt naar de huizen, zie je ook eigenlijk dat de meeste mensen de kerstversiering weg hebben. Ik geniet er nog even van de laatste dagen, want van het weekend gaat het hier ook de deur uit. Althans, terug naar de zolder. Maar dan vind ik het ook altijd gewoon wel weer een beetje kaal. Dus ik vind het nu nog wel even gezellig. Maar het is ook wel weer goed als het straks weg is. Ik ga nu zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Nou, dan kijk ik gewoon Goede Tijden en de Wintervol Liefde. Ik denk nog even een spelletje doen. Even zorgen dat de vlog opgeslagen wordt, zodat ik die kan inplannen. Even een thumbnail maken. Ik heb net al even die nieuwe foto's gemaakt die ik nog moest doen. Dus dat is ook gelukt. En prima. Ik ga dan nog eventjes lekker mijn Netflix serie kijken en CSI hopelijk. En dan ga ik nog even mijn boek lezen. Dan ga ik ook lekker naar bed toe. Ik heb nog eventjes mijn blog en YouTube boek bijgewerkt. Ik moet nog even een nieuwe kopen. Alleen ik vind het alleen jammer. Hema heeft alleen zwart. En dan heb je elk jaar hetzelfde. En dan zou je natuurlijk op de voorkant zelf gewoon het jaartal er neer kunnen zetten. Maar anders kan ik ook niet met het nieuwe jaar beginnen. Maar goed, daar moet ik nog eventjes naar kijken. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag donderdag. Het is 4 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb eerst problemen met de vlog. Het opslaan wil weer voor geen meter. Dus daar ben ik alweer een hele tijd mee bezig geweest. Maar ik heb het op een gegeven moment gisteravond ook wel een beetje losgelaten. Want ik lag op een gegeven moment in bed. Toen heb ik het nog weer geprobeerd. Maar toen ging het niet. Toen dacht ik, oké, ik ga nu ook gewoon slapen.
probleem weer voor morgen. Dus ik ga er zo meteen weer even mee aan de gang. Het is alleen een beetje lastig. Ik weet niet hoe laat mijn coach komt. Dus ja, zullen we zien dat ik er zo meteen net lekker in zit. En dat ik er dan weer af moet. Maar goed, dat moet ik maar eventjes gaan kijken. Hij moet in ieder geval opgeslagen worden. Zodat hij geüpload kan worden. Dus dat ging allemaal niet zo lekker. Ik heb gisteren wel mijn blogpost geschreven. En gewoon goede tijden gekeken. En de winter vol liefde. Nog even een spelletje gedaan. Ik had het ook gewoon koud gisteren. Ik heb het nu ook wel weer fris. Ja, het is ook best wel koud. Want als ik... Ja, hier binnen is het nu 16 graden of zo. Ik heb wel eventjes trouwens al eventjes een blogpost. 7 graden is het nu buiten. En er staat voor zaterdag sneeuw op. Oei. Nou ja, we gaan het wel zien. Maar ik heb dus eventjes een post op Instagram geplaatst dat de vlog later is, omdat ik dus problemen heb. Dus ja, daar zal ik ook meestal eventjes de updates neerzetten. Heel vaak krijg ik al heel lief een berichtje op Instagram van, hey, is er geen vlog? Want ik kijk er altijd zo naar uit en dan vind ik het altijd heel vervelend als het niet lukt. Maar ja, ik kan er nu eventjes niks aan doen. Ik heb wel een nieuw boek gestart gisteravond en de laatste aflevering van de Netflix-serie gekeken, dus ik kan weer een nieuwe starten. En ik heb ook gekeken naar CSI, dus dat was allemaal prima. En ik heb nu lekker mijn warme sloffen aan, dus ik hoop dat ik straks lekker warme voeten krijg. Ik heb het best wel gewoon fris. Nou ja, ik ga gewoon zo even stofzagen. Ik ga gewoon eventjes verder proberen met opslaan. Want ik heb even het kaartje nodig daarvoor natuurlijk. Want anders kan ik niet verder. En ja, dan zie ik jullie sowieso wel weer als ik terug ben van de boodschap. Maar ik zal jullie nog wel eventjes meenemen het centrum in. Maar dat is dan voor nu eventjes de planning. Dus ik ga gauw het kaartje gebruiken om verder te gaan met opslaan proberen. Van de boodschap. Ik ben weer met de vlog aan de gang geweest. Het is nog steeds niet gelukt. Dus ik ga er straks weer mee verder. Maar ik ga eerst even boodschappen laten zien. Allereerst hebben we wc-papier. Kattenvoer. Danoontjes. Een zakje met kruiden voor varkensvlees. Boontjes. Dan was ik even bij de trekpleister en daar heb ik deze broek gehaald. Het is een ribbroek. Hij was nog 5 euro nu en het is gewoon een slim fit. Dus het is gewoon zo'n lekkere broek die ook een beetje stretchy is, denk ik. Want ik denk niet dat hij een knoop heeft, maar dat vind ik wel lekker. 2 flesjes met nagellak remover was 2 voor 2 euro, dus dat vond ik een goede prijs. En eventjes een neusspreetje, want die had ik eventjes nodig. Muisje, hou eens op. Die doet erg vervelend. Ik heb nog een pakketje, maar die zal ik morgen even uit. Nou, ik kan hem nu ook even uitpakken. Die hebben het ook maar weer gehad, hè. Was bij de HEMA. En ik drink heel graag cappuccino's, zoals jullie weten. Oh, degene die dit bezorgd heeft, die had een geurtje op. En die geur zit helemaal in het verpakkingetje. En dit zijn, kijk, van deze dingetjes. Die leg je op je cappuccino. Dan gooi je er, strooi je er cacaopoeder overheen. En dan krijg je dus een nijntje afbeelding in je cappuccino. Hoe leuk is dat van cacao? Dat vond ik zo leuk. Dus je kunt ze gewoon afwassen. Dus die heb ik besteld. Die was 3,50. Maar ze hadden hem bij mij niet in de HEMA zelf. Dus daarom had ik hem besteld.
kattenvoer. Die baalde ik een beetje van. Want normaal koop ik hem bij Lidl. Dan is die nog redelijk geprijsd. Maar die hadden ze op. Dus toen moest ik bij de Plus. En die was een stuk duurder. Muis. Stoppen. Shootjes. Oh, zo. Nootmuskaat. Ik kreeg een gratis fles drinken. Want ik had voor zoveel boodschap gedaan. Dus ik kreeg citroen iced tea. Er zit dan wel sparkling in. Ik heb broccoli roosjes gekocht. Die waren in de aanbieding bij de Lidl. Nu 2 euro voor een zakje. En er zit dan 400 gram in. Nou, dat is prima voor mij. Dan heb ik voor strakjes hamburgers. Ik wilde eigenlijk wel macaroni maken. Maar ik had niet goed gekeken wat ik thuis nog had staan. Ik dacht, nou, dan ga ik het niet doen. Dan ga ik allerlei spullen kopen. En heb ik er nog weer van zat staan natuurlijk. Slavinken. Chocomel. Aardappelschijfjes. Patatjes. Dan heb ik 2 keer spekjes gekocht. Want die waren nu bij de Boni 2 euro. Dat vond ik echt zo goedkoop dat ik dacht, oké, dan neem ik er gelijk 2 mee. Want bij Lidl betaal je al 3,19 euro. Een zakje hagelslag. En ik heb nog Ajax gekocht. Die was nu 2 euro. En ik vind deze altijd heel lekker. Ik gebruik het altijd voor het schoonmaken. Dus dat was dat. Ik ga dat even opruimen. Dan ga ik nog heel eventjes lekker relaxen. Want daar ben ik even aan toe. Ik had een nieuwe broek aangetrokken. Een zwarte broek. En toen had ik dus niet gemerkt. En toen deed ik straks mijn jas uit. Want dan ging ik nog even een kopje koffie drinken. En toen had ik dus nog zo'n kartonnetje eraan hangen. Ik schaamde me heel erg. Maar ze hebben het niet gezien. Mijn jas viel eroverheen. Maar dat zag wel heel raar uit. Gelukkig zat er geen alarm of zo in. Anders was je overal afgegaan. Maar ik heb het gewoon helemaal niet gemerkt. Maar nu begon ik het te merken met zitten. En dat begon te kriebelen. Nou goed, ik ga eventjes opruimen en relaxen. Dan ga ik straks lekker eten en douchen. Of douchen en eten. Dan ga ik Goede Tijden kijken in de Winter vol Liefde. Ik ga ondertussen dus proberen om die vlog voor jullie online te krijgen. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Ik moet mijn foto's bewerken. En dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik heb echt letterlijk nog geen idee welke. En nog even CSI kijken. En dan ga ik nog even een boek lezen in bed. En dan ga ik ook lekker slapen. Want ik ben al wel weer aardig moe. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 5 januari. Ik ben klaargemaakt. De camera is ook nog eens leeg, dus die moet opgeladen worden zometeen. Ik dacht dat die nog gewoon voldoende batterij had, maar die gaf in één keer aan dat die leeg was. Ik baal, de vlog is er nog steeds niet. Ik heb hem gisteren weer opnieuw in elkaar gezet. Nou, dat kost je gewoon heel veel tijd. Toen wilde die weer niet opslaan. Ik denk gewoon dat het aan het programma begint te liggen, want het is gewoon een heel vervelend programma aan het worden. Dus ik heb nu iMovie erop gezet. En ik hoop nu dus dat ik hem daar weer mee kan in elkaar gaan zetten en kan gaan exporteren en uploaden. Want ja, ik wou gewoon dat dit probleem zich elke keer voordoet. Want ik wil gewoon maar aan de tijden houden waarin ik heb aangegeven dat ik upload. Maar ja, goed, het blijkt niet echt van de grond te komen met dit programma. Dus dat is gewoon heel erg balen. En het irriteert me gewoon heel erg. Maar ik kan er gewoon eventjes niet zo heel veel anders van maken. En ik moet het een beetje nemen zoals het is, maar dat vind ik gewoon altijd heel moeilijk. Ik heb gisteravond wel lekker gegeten. Ik heb gewoon Goede Tijden gekeken en de Winter vol Liefde was allemaal wel weer leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Ja, toen ben ik dus weer verder gegaan met die vlog. Ik heb ook nog wel wat foto's bewerkt. Het is ook nog niet helemaal afgekomen. Dus ik hoop dat ik het allemaal weer ga redden. Ik heb me weer te veel op de hals gehaald. Dat merk ik al wel weer. Dus dat eigenlijk. Verder heb ik een nieuwe Netflix-serie uitgezocht. Ik zal de naam even in beeld neerzetten, want ik weet hem zo even niet. Of ik moet hem even op kunnen zoeken. Misschien dat ik dat wel even kan doen, want ik heb de tablet hier wel liggen. Even kijken hoor. Zo last van mijn stem. Fool Me Once. En dit is een miniserie en die is echt van 2023. Hij kwam ook echt heel hoog binnen. Ik had er nog geen matchscore bij, maar ik zag heel veel mensen die waren enthousiast over. Ik ben ook gaan kijken en ik moet zeggen, ik zat er ook meteen lekker in. Eerste aflevering, super spannend, echt heel goed. Daarna nog even, zie je zei, toen ben ik nog eventjes, heb ik nog weer eventjes met die vlog bezig geweest. Toen heb ik mijn boek nog even gelezen, maar toen wil ik ook echt gaan slapen, want ik was heel erg moe. Ik ga zo meteen de was aanzetten, ik ga de camera op de oplader zetten, ik ga een muziekje aandoen. En dan ga ik eindelijk de slaapkamer doen, want ik verlang naar een schoon bed, dat is weer nodig. Lekker alles weer schoonmaken en dan is het ook allemaal weer schoon. En dan heb je gelijk weer zo'n
lekker gevoel. Schoon bed. Nieuw jaar. Nieuw bed. Nieuw jaar schoon bed. Nou, dat ga ik even doen. Dus ik ga de camera opladen en dan ga ik jullie eventjes meenemen. Zo, klaar. Het is wel lekker. Ik moet zo wel gelijk weer opladen, want ik heb echt letterlijk nog één streepje. Want ik heb hem even kort opgeladen om toch nog wat te kunnen vloggen. Maar schoon bed, slaapkamer is helemaal schoon. De vloer is weer leeg. Yes, heerlijk. Dus heel erg blij mee. Gelijk even wat spullen opgeruimd. Dus dat is wel heel fijn. Gewoon het gevoel dat je weer in een schone slaapkamer bent en dat alles weer lekker schoon is, vind ik heel fijn. Ik heb alleen heel erg mijn been gestoten. Ik zie een heel klein plekje. En dat doet een beetje zeer. En gisteravond ging de muis met de nagel zo in. Zo kratje in mijn buik. Dat deed ook behoorlijk zeer. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Dan ga ik vanavond even weer vol gas met die vlog aan de gang. Ik ben echt nog heel erg druk. Ik denk dat ik wel even op televisie ga kijken. Je hebt op SBS6 zo'n programma. Gaan ze terug naar het jaar 2090. Dat vind ik wel leuk. Dus dat wil ik wel even gaan kijken. Maar ik moet dus die vlog in elkaar zetten. Ik wil eigenlijk nog even een spelletje doen. Misschien nog iets anders kijken. Moet ik even kijken. De video van morgen moet nog geëdit worden. Mijn blogpost moet nog geschreven worden. Ik weet niet of ik het allemaal ga redden. Maar goed, ik ga het gewoon proberen. Kijk, en als die blogpost niet helemaal afkomt, dan komt dat morgen wel. Dat is gewoon even wat het is. Je moet eventjes een beetje roeien met de riemen die je hebt. Ik voel hier een nat gordijn. Nee, dat is in mijn beleving is die vochtig. Hij is gewoon heel koud, denk ik. Want hij ruikt verder fris. Nou, dan ga ik nog wel weer eventjes verder met mijn Netflix-serie. Je hebt vanavond Sleepers, daar heb ik wel zin in. Dan ga ik nog eventjes lekker een verder lezen in mijn boek. En dan hoop ik dat ik ook, ja, dat alles gewoon gelukt is met de vlog en dat alles gewoon goed komt. Maar ik baal er gewoon ontzettend van. Wel ga ik nog even genieten van het laatste avondje met de gezellige kerstversiering in huis. Want dat wil ik morgen de deur proberen uit te doen. Of in ieder geval opruimen en weer netjes op zolder zetten. Vind ik ook wel weer eventjes wennen. Dus daarom ga ik er nog even een avondje van genieten sowieso. Ik ga nog even wat drinken pakken van boven, want ik heb niet zoveel meer staan. En dan ga ik eventjes lekker relaxen en dan ga ik even de camera opladen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 6 januari en ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen, de collectie van Chris nog eventjes. Die wilde ik nog graag doen. Daar was ik nog niet eerder aan toegekomen. Ik kwam nu eigenlijk niet heel handig uit op zaterdag. Maar ik dacht, ik doe het gewoon nog eventjes. Die wilde ik dinsdag graag online hebben. Het is een donkere dag. Het is ook best wel fris. Maar goed, dat zijn we gewend. Ik heb gewoon geprobeerd wat warmer te kleden. Vandaag ga ik de kerstspullen opruimen. Het is wel hoog tijd. Het is ook wel lekker om alles weer lekker op te ruimen. Dat alles weer een beetje normaal wordt. Dus daar ga ik jullie in meenemen.
Ik heb gisteravond eindelijk de vlog online kunnen zetten. Hij was echt super laat online, maar het is uiteindelijk gelukt. En ik heb ook gewoon mijn eigen video voor vandaag nog geëdit. Mijn blogpost heb ik alleen niet afgekregen, want dat werd gewoon allemaal niet. Maar ik dacht ook, ja, die vlog heeft nu ook prioriteit, want die moet echt online. Dat ging nu echt beter met die iMovie, dus dat is gewoon beter. Dus dat was wel top. Ik heb gisteravond gekeken naar het jaar van 2009. Dat is een programma op SBS6 en dat vond ik wel heel erg leuk. Wel leuk om dingen terug te zien uit het jaar dat je dacht, oh ja, dat was toen ook. En nou ja, ook wel heftige dingen, maar het was ook wel heel erg leuk. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan, maar toen ben ik ook gelijk verder gegaan met die vlog, want die moest gewoon echt in elkaar. Nou, toen ik dat allemaal klaar had, ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken die super spannend is. En toen heb ik Sleepers gekeken, was ook wel weer heel erg spannend. En toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Het was nu al heel fijn dat ik gewoon met een rustig gevoel naar bed toe kon, omdat de video's die online moesten komen, online zijn gekomen. Dus dat was gewoon heel erg fijn. Dus daar ben ik heel erg blij om. Ik ga de dozen naar beneden halen voor de kerstspullen. Ik ga een muziekje aanzetten en dan gaan we eventjes opruimen. Want ja, het heeft nu wel weer lang genoeg gehangen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik neem jullie mee. Thank you.
Ik ben klaar. Ik ben het ook helemaal zat. Het is allemaal wel gelukt, maar het was uiteindelijk, ja, nu is het toch nog best wel een beetje een dingetje. Kerstboom is weg. Ik heb het tafeltje weer op zijn plekje staan. De dingen voor het raam zijn weg. Ik moet alleen nog de stickertjes eraf halen. En in de slaapkamer nog wat dingen weghalen. Maar ik was het nu zat. Ik denk dat doe ik morgen wel. Ik heb het nu wel gehad. Ik heb vanavond nog een klus met de lampjes. Want die waren helemaal door elkaar. Dus die moet ik nog even ontwarren. En dan vind ik het eigenlijk wel heel mooi geweest. Dus dan ga ik morgen wel even de laatste dingetjes nog doen. Maar voor het grootste gedeelte is alles weg. Maar het is ook gelijk heel kaal. Alleen de lampjes moeten nog weg. Ik heb gelijk minder licht, merk ik. Maar goed. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Want ik ben er goed klaar mee eigenlijk. Ik heb last van mijn rug. En ik ben het gewoon zat. En dan moet je steeds die trap op met van die volle dozen. En dat is best wel eng. Want ik ben wel eens bang dat ik eraf val. Nou ja, goed. Dat soort dingen. Ik ga dus nu lekker relaxen. Vanavond ga ik naar weet ik veel kijken. Nieuw seizoen. Dus ga ik wel meedoen. Zal wel weer misschien wel ergernis worden. Want als het dan weer niet gaat, dan ben ik er ook gauw klaar mee. Maar dat gaan we wel zien. Ik denk nog wel even een spelletje doen. Nou, dan ga ik weer een poging doen om de vlog in elkaar te zetten. Voor de vooraanstaande week. En dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En even dubbel leven. En dan ga ik lekker naar bed. Dan zal ik het ook wel zat zijn. Nog even mijn boek lezen. Ik ga jullie ook gewoon morgen zien, want ik ga nu echt eventjes niks meer doen. Eventjes lekker relaxen, dus bij deze ga ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 7 januari. Wat is het koud, jongens. Het is 1 graad buiten. Ik had het net even gecheckt. En dat merk je gewoon. Het is gelijk weer een stuk kouder. Dus ik heb ook wel zoiets dat als het van de week echt nog weer kouder gaat worden. Want ze hebben echt wel over flinke temperaturen, vorst. Dat ik dan misschien wel weer met pruikje naar bed toe ga. Ik heb het nu al ijskoud. Je probeert je gewoon wat warmer te kleden dan maar. Ik heb gisteravond meegespeeld met weet ik veel. Maar dat was weer niet zo leuk. De app die was vernieuwd. Dat was op zich wel positief. Je kunt nu als thuisspeler ook je antwoord wisselen. En dat was iets wat je best wel miste. Want dat kon eigenlijk nooit. Want het was altijd zo dat als je je antwoord had ingetypt, kon je niet meer wisselen. En de spelers op televisie konden dat dus wel. Nou ja, je kon dat als thuisspeler niet. Dat kon nu wel. Maar de app die gaf heel veel problemen, want die werkte weer niet mee. Ik heb ondertussen jeuk om mijn rug en ik probeer te krabbelen. Je kon niet echt lekker meespelen. Het zat allemaal heel erg raar in elkaar. Het stond op een gegeven moment ook wel in beeld van, ja, we hebben problemen met de app. Nou ja, dat is eigenlijk altijd zo met dit programma. Waardoor het meespelen wel minder leuk wordt. Maar goed, dat was een beetje jammer. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Ik was even lekker bezig met, het is niet Dreamlight Valley, maar ik kon niet echt verder. Want ja, ik kan gewoon bepaalde dingen niet. Dus dat is een beetje lastig. Toen heb ik de vlog eventjes in elkaar gezet voor het grootste gedeelte met dat iMovie. Dat ging op zich wel. Toen ben ik ook nog even mijn blogpost af gaan maken. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Super spannend. Toen nog eventjes dubbel leven. En toen ben ik nog even mijn boek gaan lezen in bed en ben ik gaan slapen. Dat was het eigenlijk. Ik heb gisteravond nog wel even geprobeerd de lampjes te ontwarren. Maar die waren uiteindelijk kapot. Want ik zag iets met een draadje wat niet goed zat. Toen had ik ze even in stopcontact gedaan. Ik denk, soms ga ik er heel veel moeite in stoppen. En doen ze niks meer. En ze deden inderdaad niks meer. Dus voor de volgende kerst moet ik wel even nieuwe lampjes kopen. Ik heb wel de stickertjes voor het grootste gedeelte in de gang er al af. In de slaapkamer heb ik het eraf gehad. Ik moet ze alleen nog eventjes in de keuken eraf halen. En de hamsters nog even weg. En dan is eigenlijk alles wel weer weg. Dus top. Ik ga zo eventjes stofzuigen en de groenten afhalen. Ik ga straks foto's maken. En
Ja, dat is het eigenlijk ook. Dus dat zal ik jullie straks eventjes laten zien. Maar nu ga ik eerst maar eventjes lekker stofzuigen en even proberen een beetje op te warmen. Want ik heb het echt wel heel erg koud. Dus dat ga ik nu eventjes doen. De fotospulletjes. Ik heb hier allereerst de microfiber gezichtsdoekjes van de Action. Dan heb ik hier een False Lashes mascara van Catrice. De puur False Lashes. En hier de Chili Vanilli Line met de Face & Body Highlighter Stick. De Color Intensing Lip Balm. Het lipmasker. Twee oogschaduwkleurtjes. Deze lipgloss. En nog een highlighting under eye cream. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. Zo. Nou, ik heb alles wel klaar wat ik wilde doen. Ik moet alleen nog even de teksten veranderen, zeg maar, op mijn bord. Maar daar ben ik niet meer aan toegekomen. Want ik ben ook even de keuken een beetje schoon gaan maken. Ook het gedeelte bij de airfryer en zo. Dat was behoorlijk vies daaronder. Heb ik allemaal weggehaald, lekker ingespoten. Tegeltjes helemaal afgedaan, dus dat is allemaal echt heel fijn. Die vetdoeken zijn echt ideaal, dus dat is echt super handig. Dus ja, dat voelt gelijk weer een stuk schoner aan. Gelijk even hier en daar weer wat opgeruimd. Dus ja, dan voelt het allemaal net weer eventjes wat frisser in huis. En dat is wel fijn. Nou ja, foto's zijn klaar. Ik hoop dat ze allemaal gelukt zijn. Ging niet helemaal van een leien dakje, maar dat moet ik maar even kijken. Ja, en anders moet ik er een paar opnieuw maken, maar dat ben ik wel gewend. Dus ja, verder eigenlijk allemaal wel top. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen, want ik heb ook een beetje buikpijn en zo. Dus dat ga ik eventjes doen. Dan ga ik daarna eventjes lekker douchen en eten. Vanavond heb je alleen om 9:30 al Stegeman op de Bres. Dat vind ik wel interessant. Dat wil ik wel zien. Ik denk dat ik daarvoor even iets ga terugkijken. En ik wil weer eventjes verder gaan met Disney Dreamlight Valley. Want gisteren was op een gegeven moment ook de switch leeg. Ik heb nu een touwtje hangen aan mijn camera. Die, wacht, ik zal het in de spiegel even laten zien. Dat is handiger. Kijk, ik heb dus hier nu een touwtje eraan. Nou, ik was gisteren even in de la, moest ik iets zoeken. En toen, ik wist dat ik daar zo'n touwtje bij had gekregen. En toen vond ik hem, toen dacht ik, nou, ik hang hem gelijk aan de camera. Want ik miste dat wel, zo'n touwtje. En er is dus wel ruimte voor zo'n touwtje, maar je krijgt hem nu niet bij Sony. Dus ik vind het wel fijn. Nou, dan ga ik in ieder geval vanavond weer de foto's bewerken. Misschien alvast een thumbnail voor de video van dinsdag maken. Even kijken hoe het allemaal loopt. Dan ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie. Want die is zo spannend. Daar wil ik gewoon weer verder. En dan ga ik daarna lekker nog eventjes CSI kijken. En dan ga ik weer naar bed toe om mijn boek te lezen. Dus dat wordt het dan ook. Dus ja, niet heel veel bijzonders. Ik heb in ieder geval nu alvast de lampjes weer aan. Dus nou, is ook wel lekker. Oh ja, die hamsters die moeten nog steeds naar boven. Dat heb ik nog niet gedaan. Nou ja, goed. Het zijn echt nog de laatste dingetjes, want het meeste is nu weg. Nu ga ik eerst maar eens even wat drinken, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Want ik ben met van alles aan de gang te gaan en dan vergeet ik vaak... ik heb dit op het web gevonden. Voor nu ga ik... te drinken. Siri begon zich ermee te bemoeien. Goed, ik ga nu relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 8 januari. Ik ben klaargemaakt. En ik heb het echt ijskoud. De jurkjes zijn weer ingeruild voor een broek en een trui. Ik weet niet hoe ik het heb, jongens. Ik heb het echt onwijs koud. Maar goed, het is nu ook 0 graden. En het zonnetje schijnt wel. De meeste mensen vinden het heerlijk weer. Want het is dus wel vriezend weer. Maar de zon schijnt ook. Zo. Nou, ik ga even anders zitten. Want dit is niet zo heel lekker. Ik zit nu gewoon een beetje in een bol. Ik merkte ook gewoon, in bed lag ik helemaal weer verkrampt en zo. En dat is gewoon niet lekker. Maar ja, goed. Ja, omdat ik het gewoon zo koud heb. Gisteravond heb ik gekeken naar Steenrijkstraat Arnhem. Had ik even teruggekeken. Had ik nog niet gezien. Daarna heb ik Stegeman op de Bres gekeken. En dat vond ik echt wel heel heftig. Het ging over een vrouw die had alvleesklierkanker. Dat schijnt ook de ergste vorm van kanker te zijn. Omdat de meeste mensen dat niet overleven. En die was dus eigenlijk door een goede vriend, die tevens ook haar boekhouder was, bestolen voor heel veel geld. En hij gaf het ook wel gewoon toe. En dat heeft geleid tot rechtszaken en zo.
Uiteindelijk heeft ze het geld wel teruggehad. Maar toen kreeg je aan het einde van de aflevering wel te horen dat ze toch inmiddels overleden was. Dat vond ik wel sneu dan om te horen. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb even de thumbnail voor de video van morgen gemaakt. Nog niet helemaal af. Dan moet er echt nog wat kleine dingetjes gebeuren. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken die echt zo spannend is. En daarna ben ik nog even CSI gaan kijken. En toen heb ik nog even mijn boek gelezen. En toen ben ik gaan slapen. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik zal even het nagellakje pakken. Oh. Ik wil eigenlijk niet naar de slaapkamer, want het is daar echt heel koud. Even kijken hoor, waar heb ik hem neergezet? Ik heb hem net nog gezien. Hij staat hier voor mijn neus. Slim, 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 slim. Ik heb mijn nagels dus gedaan met een lakje van Essence. Die komt uit een... Zo. Ik kan ook mijn draaien niet vinden hier. Limited editie. Me and My Umbrella. Het is een rainbow nail polish. Hij is dus mat. En hij heeft de naam 02 I Love Rainy Days gekregen. En ik vind het wel een leuk kleurtje. Alleen ik moet altijd even wennen aan het matte. Ik ga zometeen aan de gang. Ik ga de kattenbakken doen. Ik ga een was aanzetten. Ik ga de douche doen. Maar ik heb gisteren nog even de laatste stickers van de ramen geplukt. Dat heb ik nog eventjes voor jullie gefilmd. En ik heb iets heel erg leuks in elkaar gezet. Ik heb namelijk een nep open haartje gekocht. En die heb ik gisteren ook voor jullie in elkaar gezet. Heb ik ook gevlogd. Dat ga ik jullie laten zien. Ik ben er echt zo blij mee. Vroeger heb ik een soort van nep haartje gehad. Maar toen mijn relatie overging, toen ging ik dus mee met mijn ex. En dat was pech, want haartje was weg. Maar goed, ik had toen zoveel nieuwe dingen te kopen dat ik het geen prioriteit vond om dat ook aan te schaffen. En eigenlijk sinds 2 jaar was het weer een beetje aan het kriebelen dat ik het zo gezellig vond. En ik had al een beetje rondgekeken, maar de prijs hield me elke keer een beetje tegen. Dat ik dacht van, het was op zich niet heel erg veel, maar dan dacht ik, ach nee, weet je, dat ga ik er helemaal nu niet zo voor uitgeven. Dat doe ik gewoon even niet. Maar nu waren ze dus heel erg afgeprijsd. Er ging dus heel veel korting vanaf. Nu heb ik er eigenlijk eentje gekocht. En ik vind hem echt super leuk. Dus ik heb hem in elkaar gezet, ga ik jullie laten zien. En dan zal ik straks ook nog eventjes laten zien en wat meer uitleg erbij geven. Want dat is gewoon eventjes een dingetje. Dus dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. Dan ga ik intussen nu eventjes mijn dingetjes doen. Muziekje aanzetten en dan ga ik even wat doen. En dan ga ik even naar buiten om de kattengret weer weg te gooien en de kou te trotseren. Dus dat is voor jullie de planning. We'll be right back.
Ik zou even wat informatie geven over het haartje. Hij kan op twee manieren gebruikt worden. Je kunt hem in het stroom doen, maar ik moet eventjes een nieuw stopcontact of een nieuw blokje kopen, want ik kom blokjes tekort. Je hebt hier gewoon een aan- en uitknopje zitten aan de zijkant. Die druk je aan. Hij wordt niet warm, hij blijft koud, dus het is gewoon gezellig. Je ziet ook echt een soort van neprook, maar je hoort hem ook knisperen. Als je goed luistert, hoor je hem knisperen. Hij kan ook op batterij. Maar ik moet wel zeggen, er gaan hele dikke batterijen volgens mij. En die heb ik niet, want wat ik zo zag, er zat niet echt een beschrijving bij over batterijen. Maar het lijken van die hele dikke en ik weet niet zo goed welke dat zijn. Het is wel raar, want ik had gisteren een ander stekkerblokje en die maakte een heel knisperend geluid. Dus deze is beter. Maar het is eigenlijk gewoon een heel gezellig geluid. En als je hem niet op stroom wil hebben, kun je hem dus ook op batterij doen. Maar ik ga dus eventjes een stekkerblokje bestellen. Maar ik vind het gewoon zo gezellig staan. En echt heel leuk. Ik ga hem nu nog even uitdoen, want het is nu nog vrij vroeg. Dan hebben jullie even een idee hoe dat in zijn werking gaat. Zo, alles is klaar. De was is ook al klaar, dus ik kan daar een deel van in de droger stoppen. Ik heb het raam eventjes gewassen in de gang, want ik heb daar natuurlijk stickers op gehad. En je ziet dan toch een beetje wat afdrukjes, zeg maar, van waar stickertjes hebben gezeten. Dus die heb ik al schoon. Ik moet hier in de woonkamer nog, eigenlijk op de slaapkamer nog en ook nog in de keuken. Maar dat komt de komende dagen wel. Douche is schoon, kattenbakken zijn schoon. Dus ja, eigenlijk allemaal wel lekker. Nou, ik heb jullie net natuurlijk even het open haartje laten zien. Dus ja, ik ben er super blij mee. Ik vind hem echt super leuk. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik ben heel benieuwd naar die broccoli, want ik heb nu natuurlijk die kant-en-klare. Vanavond ga ik gewoon goede tijden kijken en de winter vol liefde. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het is nu de laatste week. Het is ook niet zo lang geweest als in de zomer, maar is ook prima. Dan ga ik eventjes de video in elkaar zetten. Ik denk nog even een spelletje doen en ook nog mijn blogpost schrijven. Ga ik verder met de Netflix serie die super spannend is. En nog even zie je zijn. Dan ga ik lekker in bed mijn boek lezen. En straks eerst even lekker opwarmen. Want ik merk wel dat het moment van de dag is niet lekker warm en douche, omdat het vrij koud is. Maar goed, dat gaat goed komen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb een beetje hoofdpijn. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 9 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik zit even in de andere hoek weer, want ik zit een beetje met het licht. Het is best wel zonnig. Het is wel heel koud. Maar dat maakt het met filmen niet allemaal eventjes lekker. Ja, het is altijd een beetje lastig, want hierdoor schijnt het raam heel erg in mijn bril. Maar ik kan er ook niks aan veranderen.
Nou, ik heb gisteravond gewoon gekeken naar Goede Tijden en Winter vol Liefde. Nou, ik weet het allemaal niet, jongens. Ik weet niet of het allemaal wel wat gaat worden, maar we gaan het wel zien. Irritatiegehalte is hier en daar best wel hoog. Maar daar ben ik niet de enige in, want als je social media kijkt, dan zijn de commentaren ook niet om van de lucht, zeg maar. Dus nou ja, goed, het zal wel. Ik heb echt nu, ja, ik heb nu op de bank, ik heb nu natuurlijk met die uksloffen, daar ga je niet zo lekker mee op de bank. Dus omdat er een verhoging op zit. Maar dan merk je wel, als je die slof uit, dan heb je gelijk koude voeten. Het is sowieso heel koud, en vooral mijn slaapkamer. Dat is echt zo'n hok waar het echt gewoon heel koud is. En ik snap het niet, want ik heb er altijd wel de verwarming aan. Ik heb hem openstaan. Volgens mij kan hij ook niet meer open. Maar net op de een of andere manier, of dat de warmte daar verdwijnt. En dan vind je het eigenlijk zonde om naar te stoken. Maar ja, je hebt het nodig, want het is gewoon echt niet te doen. Maar goed, maakt niet uit. Nou ja, ik heb nog even een spelletje gedaan gisteravond. Ik heb de video in elkaar gezet, de thumbnail gemaakt, blogpost geschreven. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Het wordt steeds bijzonderder, echt. Ja, het is zo'n aanrader, Fool Me Once. Als je een beetje van mysterie houdt en dat soort dingen, is het echt wel een aanrader. Ik zei dat die van 2023 was, maar hij is letterlijk 2024 erop gekomen. Dus echt letterlijk net. Dus ja, ik vind het in ieder geval supergoed. Ik heb nog even CSI gekeken. Ja, dat vond ik eigenlijk uiteindelijk een beetje vreemd. Want het was de aflevering van zondag. Die eindigde, zeg maar, met dat er een vervolg zou komen. Maar ik snapte, er kwam uiteindelijk wel een dader uit. Maar of die nou ook wat te maken had met die andere dingen, dat begrijp ik dus niet helemaal. Dat werd me niet helemaal duidelijk. Dat vond ik wel jammer. Maar goed, toen ben ik naar bed gegaan. Ik heb nog even mijn boek gelezen. Maar ik lig momenteel heel verkrampt in bed. Omdat je heel erg onder de deken aan het wurmen bent, omdat het zo koud is. Dus ik lig best wel verkrampt te lezen, waardoor ik op een gegeven moment mijn hele lijf is dan één verkrampte boel, zeg maar. Ik krijg last van mijn nek en nou ja, het is allemaal niet heel fantastisch. Dus ik zit eraan te denken om vanavond gewoon eventjes, als ik ga lezen, eventjes ook mijn badjas er nog extra overheen aan te doen, dat het gewoon nog extra wat warmte geeft. Ga ik dan niet mee slapen, maar gewoon eventjes voor de warmte. Ik ga zo even video opnemen. Dan ga ik nog eventjes, ik moet even een was naar boven brengen. Dan ga ik eventjes lekker nog diamond painten. Want ik heb niet zo heel veel op de planning verder. Vind ik wel lekker. Ik zal even die hamsters nog naar boven brengen, want die staan er nog. Ik heb wel een paar winterhamsters, zoals de sneeuwpop. Die kan best wel blijven staan. Want ja, dat vind ik gewoon in winter gerelateerd iets. Dat heeft niet echt iets te maken met kerst. Maar het peperkoekmannetje is natuurlijk wel kerst. En het elfje eigenlijk ook wel. Dus die moeten gewoon naar boven. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan neem ik jullie met diamond paint wel eventjes mee. Maar ik ga eerst nog even stofzuigen. Dus dat is voor vandaag de planning. Thank you.
Nou, alles is klaar. Het ging alleen allemaal niet zo van een leien dakje. Video opnemen niet. En nee, ik heb niet zo'n lekker gevoel als wat ik normaal heb als ik het allemaal weer klaar heb. Dus ik hoop ook dat het allemaal goed is gegaan. Ik ga de beelden wel even nakijken. Als het me niet bevalt, dan zal ik hem toch opnieuw moeten opnemen. Maar ik hoop dat het allemaal goed is gegaan. Maar dan, en met duimpenen ging het ook even niet lekker. En dan maak ik mezelf zo druk. En dan begin ik helemaal te hoesten. En ja, dan krijg ik zo'n hoestaanval dat ik gewoon bijna over moet geven, zeg maar. Dus dan maak ik me te druk. Dus dat was even allemaal niet zo lekker. Maar goed, ik heb het allemaal wel klaar. Dus net wat ik zeg, ik zal de beelden even nakijken en hoop dat het allemaal goed is gegaan. Altijd hebben we net gegeten. Ik ga vrijdag eerst boven opruimen. Ik ga morgen in ieder geval al het oude papier alweer bij elkaar rapen. En hoop dat dat allemaal weer een beetje weg is. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Want ik heb het nu gewoon weer een beetje benauwd. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon weer De Winter Vol Liefde en Goede Tijden. Ik denk nog even een spelletje doen. Er zit er hier weer eentje op het punt om aan te vallen. Tijgertje niet doen. Ik heb de verwarming eventjes een tikkeltje aangedaan. Dat even de warmte of de kou een beetje eruit is. Dan kan die vanavond weer wat warmen. Maar dat nu eventjes iets aangenamer is. Ik ga sowieso de vlog afmaken. Met in elkaar zetten. Mijn foto's bewerken. Een Netflix serie kijken. Zie je zij. En daarna nog eventjes mijn boek lezen. Maar ik heb het nou gewoon eventjes heel benauwd omdat ik zo aan het hoesten ben geweest. Ik heb inmiddels wel een bonnetje gevonden van de foto die ik had uitgeprint. Dus dan weet ik wel eigenlijk wat voor lijst ik daarvoor moet hebben. Want de lijst die ik had gekocht die was dus een beetje te groot. Ik ga nu gewoon in ieder geval eventjes lekker relaxen. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om naar te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, dus als je aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!